Als de muren zouden breken en de stilte krijgt een stem. En als tranen zouden spreken en we luisteren naar hem. Dan ligt de waarheid op straat. Dan ligt de waarheid op straat. Oh, als die muren het zou begeven en de stilte krijgt een stem. En de tranen zouden spreken en we luisteren naar hem. Dan ligt de waarheid. Dan ligt de waarheid op straat. Jij wil dat ik dans naar je pijp, maar ik dans voor mijn vrijheid. Jij wil dat niemand naar me luistert, maar er komt een dag dat ik mij uit. En de hele wereld zal me horen dan, want ik zal het schreeuwen van de toren dan. Of dan zal je mij willen stoppen dan. Op een dag komen mijn borden aan. Snoer me de mond en ik spreek naar mijn hart. Als de muren zouden breken en de stilte krijgt een stem. En als de tranen zouden spreken en we luisteren naar hem. Dan ligt de waarheid op straat. Dan ligt de waarheid op straat. Oh, als de muren zouden breken en de stilte krijgt een stem. En de tranen zouden spreken en we luisteren naar hem. Dan ligt de waarheid op straat. Als de muren zouden breken en de stilte krijgt een stem. En als tranen zouden spreken en we luisteren naar hem. Dan ligt de waarheid op straat. Dan ligt de waarheid op straat. Oh, als die muren het zou begeven en de stilte krijgt een stem. En de tranen zouden spreken en we luisteren naar hem. Dan ligt de waarheid. Goedenavond en welkom allemaal bij het Festival van het Vrije Woord. Ik ben Petra Grijze, ik werk normaal gesproken bij BNR Nieuwsradio. En ik wil jullie allemaal van harte welkom heten. Heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Je kaartje niet hebben ingeleverd, maar gewoon zijn gekomen. Ondanks al het veiligheidsgedoe aan de vooravond voor de Internationale Dag voor de Persvrijheid. Die is morgen. Daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben over vrijheid van meningsuiting. Want ondanks het feit dat we hier waarschijnlijk op de best beveiligde vierkante meters van heel Nederland zitten, is persvrijheid toch vanzelfsprekend. Er is geen staat die ons vertelt wat we moeten vinden, wat we moeten zeggen, wat we moeten vragen of wat we moeten schrijven. Hoe anders is dat in de rest van de wereld? Jullie zagen al even de statistieken van Free Press Unlimited. 84% van de wereldbevolking leeft in een land waar de persvrijheid onder druk staat. Neem bijvoorbeeld Egypte, waar we beelden zien van journalisten in kooien in de rechtszaal. Daar kunnen ze absoluut geen journalistiek item maken zonder dat misschien wel doodstraf boven je hoofd hangt. Een van die journalisten van Al Jazeera spreekt in de salon hiernaast. De Turkse journalist die ook vertelt over de dagelijkse worstelingen met die vrijheid van meningsuiting.
En ja, je kunt het je bijna niet voorstellen dat dat hier ook het geval is, maar toch zitten we hier in een bunker. Waarom? We hebben Kurt Westergaard uitgenodigd. Cartoonist uit Denemarken, bekend geworden om zijn cartoon waarin hij Mohammed afbeeldt met een tulband en een bom in die tulband. En dat heeft hem eigenlijk zijn vrijheid gekost. Hij kan geen seconde zonder bewaking. 24/7 heeft hij daarmee te maken. En vandaar ook dat we er hier zo bij zitten. Hij gaat de persvrijheidslezing uitspreken. We hebben burgemeester Eberhard van der Laan. Namens hem kunnen we dit ook doen. Dat is toch ook erg mooi dat dat kan. Hij gaat vertellen over zijn idee van vrijheid van meningsuiting. En daarna gaan we er ook over doorpraten en discussiëren met jullie in de zaal. We hebben Sine Özdil, hij is historicus, hij is opiniemaker, hij is er ook heel goed in om ons spiegels voor te houden. Nou, ik neem aan dat hij dat zeker, ik ben benieuwd. Hij gaat een column uitspreken. We hebben de roadshow voor persvrijheid die hier wordt afgetrapt. We hebben een satirische talkshow met onder andere cartoonist Ruben L. Oppenheimer. En de avond wordt afgesloten met Hans Teeuwen. Nou, mooier kan het bijna niet worden. Maar we beginnen met Juri Albrecht, directeur van de Bali, waar is hij daar? En Thomas Bruning van de NVA. Mag ik een applaus? Ja. Heren, gestript, gescreend, gevisiteerd, alles of viel het mee? Ja, eigenlijk de laatste weken al, toch? Ja, we zijn er een tijdje mee bezig, zullen we maar zeggen. Ja, ja, ook gevisiteerd, begrijp ik jullie. Ja. Ja, dat hoorde bij de mogelijkheden. Gezien hoorde ook bij de mogelijkheden. Ja, ja, ja. Maar goed, waarom is het nodig? Waarom is het nodig, Thomas? Nou, toen we ermee begonnen, en dat was denk ik ergens in oktober, november, hadden we niet het idee dat we dit soort maatregelen zouden moeten nemen. We hadden het idee, we gaan een vrolijk festival doen. En dat gaan we ook doen. Dat hebben we ook te danken aan iedereen die hier aan meewerkt, van de Bali, van alle organiserende comité's. Maar ook aan de burgemeester, die zegt van het is een principezaak, we doen het hier. Maar we hadden het natuurlijk niet voorzien, want we hadden al in oktober, november hadden we al de naam van Kurt Westergaard in ons hoofd. En vanuit de gedachte journalistiek als doelwit. En eigenlijk vanuit de gedachte wat er in het Midden-Oosten gebeurt met de IS, journalisten die gevangen zitten. Dat moeten we een keer ook echt op het podium hebben. En dat moeten we dan in alle dimensies. En dat doen we vandaag met Egypte, met Turkije, met 33 journalisten in Europa die gevangen zitten. En dat wilden we ook doen met Kurt Westergaard. En daarna kwam Parijs en daarna kwam Kopenhagen. En toen kwam er een heel ander licht op het evenement. En toen kwamen er ook heel veel geheime dienst-issues. Want Juri, wat is hier allemaal gaande? Ik bedoel, mensen hebben al gezien dat ze eerst een heel cordon politiemensen zien. Zwarte schermen, veel veiligheid. Ik moest mijn boterham met kaas. Het was al een verdacht pakketje in het aluminiumfolie. Ik bedoel, was ook een raar pakketje natuurlijk. Ja, wat ik kwam kijken, dat heeft iedereen hier net meegemaakt. Wat ik kwam kijken was ook de laatste maanden veel voorbereiding. Veel overleg met de instanties die daarover gaan. Met de burgemeester direct. We hebben lang nagedacht of we dit wel hier zouden durven blijven doen. Toen we het er in december over hadden, besefte ik me wel wat dat met zich mee zou brengen. Maar toen waren er nog geen aanslagen in Parijs en Kopenhagen geweest. Mm-hmm. We hebben trouwens dit soort aanslagen wel vaker gehad. Van Gogh is wel dood. Dat was wel in Amsterdam, dat was wel hier vlakbij. Dus ik besefte wel terdege dat dat heel wat zou worden. Ik moet zeggen dat het eigenlijk alleen maar kan doordat de staat het serieus neemt dat het geweldsmonopolie bij de staat moet blijven liggen. En dat die dus de uitingen van vrijheid van meningsuiting daadwerkelijk ook beschermd. Ik heb geen idee wat het kost hier buiten. Ik weet wel dat ik al wekenlang met allerlei diensten overleg heb. Dat Jolanda hier al weken mee bezig is. En dat als ik zo denk wat er dan tegenover ons zit, dat zijn al gauw 10 regelmatig. Dus wat hier ingezet wordt, dat is veel. En het is mankracht, maar het is ook, vind ik, de beslotenheid van de overheid dat hij dat serieus neemt. Dus, nou, gelukkig dat het allemaal kan gebeuren. Waarom dit festival
Thomas, heb je uitgelegd. Jury, heb jij nog huishoudelijke mededelingen? Telefoon zachtjes, maar Twitter vooral lustig mee. Hashtag vrije woord trouwens. Fijn dat u er bent natuurlijk, want het is wel belangrijk dat het hier niet helemaal leeg was met de veiligheidsmaatregelen die er waren. Het vroege sluiten van de kaartjes was dat toch even spannend, maar het blijkt toch echt een onderwerp waar iedereen zich mee identificeert. Want even kort, mensen konden hun kaartje weer teruggeven als ze toch niet aandurfden. Hebben mensen dat gedaan? Of? Nee. Niemand? Nee, dat hebben mensen niet gedaan. Nou, nee. Geen sprekers, niet. Geen publiek. Geen, dus het valt wat dat betreft toch ook weer allemaal wel weer gewoon ontzettend mee. Andere huishoudelijke mededelingen, roken. Dat is een van de grote voordelen van politiebedreiging. Bedreigingen en niet bedreiging door de politie, maar politiebewaking en bedreiging. Hè, dat je dan in huis mag roken. En er is in de... Daarom zijn jullie allemaal hier. Op de antresol kan binnen gerookt worden. Niet tijdens het programma de zaal in en uit gaan. Dat is ook weer vanwege veiligheidsredenen. Dat zijn pauzes, dan van zalen verwisselen. Er zijn ook programma's in andere zalen. Ga daar ook vooral heen, maar tijdens alleen wisselen in de pauze. Roken daar, drinken in de pauze, ook aan de barren. Wat zou ik dan nog meer aan huishoudelijke mededelingen? Ja, dat is het eigenlijk wel. Ja. Oh, nee, je mag het pand niet verlaten. Als het pand mag je wel verlaten, maar dan mag je niet meer terug. Ja. Eenmaal eruit, dus, niet meer erin. Eén keer eruit is niet meer erin, nee. Thomas, we hebben Koert Wessegaard vandaag hier in de zaal. Hij gaat straks persvrijheidslezing, gaat hij uitspreken. Waarom hebben jullie gekozen voor hem? En dus al voor Parijs en voor Denemarken? Nou, ik denk dat ik net zei, en de mensen die de interviews vandaag hebben gelezen in de krant, hebben al een gevoel gekregen dat dit een man is die meer in zijn mars heeft dan alleen maar cartoons maken. Hij staat voor iets. Hij staat echt voor de journalistiek, voor cartoonisten, voor columnisten die toch ook die stap durven te zetten en ook gewoon tegen de stroom in durven te gaan en daar ook voor blijven staan. Maar ik denk dat we vooral de persvrijheid moeten vieren en vooral ook aan al die andere landen in de wereld moeten denken, aan al die journalisten, al die columnisten, cartoonisten die dit niet op deze manier met ons kunnen vieren. Want dit is inderdaad beperkt. We moeten door die poortjes heen. We vinden het allemaal reuze spannend. Maar uiteindelijk, als je nu in Turkije, Egypte of in Rusland of in China zit, dan heb je het echt veel en veel zwaarder. En ik denk dat we vooral moeten proosten op die vrijheid die hier is. En die moeten koesteren. En dat we vooral ook moeten leren van mensen zoals Westergaard, dat we die ook gewoon blijven strijden daarvoor. Dankjewel. Ja. Thomas Bruning van de NVA. En Jury, jij komt straks nog even terug, ja, maar je mag nu pakken. En dan is het nu de beurt aan de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. Hallo. Hi. En meneer van der Laan, ik zou zeggen, ja? Neem plaats. Haal de lezing erbij, of de speech. En ik zou zeggen, ga uw gang. Dank u wel. Geen zorgen, het is geen lezing, maar een kort woord vooraf. En bedankt voor de gastvrijheid. Vanavond vieren we het vrije woord. En ik vind dat de Bali en de andere organisatoren het heel mooi zeggen. Het is vanzelfsprekend als je het hebt, persvrijheid. Maar een ramp als je het niet hebt. Want persvrijheid is niet veilig voor dictaturen, voor fascisme, communisme, noem op. En het staat onder druk. Nu ook in dit theater. Met extremisme die in het vrije Europa in ieder geval ons onder druk zetten. Vrijheid van religie, vrijheid van demonstratie, vrijheid van meningsuiting. Het is bijkans heilig, zeker in Nederland en mag ik zeggen altijd in Amsterdam. Ik ben een beetje een chauvinistische burgemeester, dus een enkel woord over Amsterdam. En waarom dit zo vanzelfsprekend is, dat dit zoiets in Amsterdam nooit zou kunnen worden afgezegd. Want Amsterdam is gebouwd op die vrijheid. Er valt altijd de naam van Spinoza in Amsterdam. Dat is trouwens een wederkerig verbond. Amsterdam dankt heel veel aan Spinoza. Het is de biograaf van Spinoza, Steven Nadler, die een geweldige biografie over Spinoza heeft geschreven, maar die ook een zoektocht ondernam naar waar komt nou zijn inspiratie vandaan. En dan komt hij bij Amsterdam. Dus het grijpt in elkaar in. Amsterdam was de inspiratiebron. We moeten niet overdrijven. Een vriend van Spinoza, Kurbach, had grote problemen omdat hij de hemel en de hel ter discussie stelde. Maar in alle relativiteit was het absoluut een vrije stad. Waarom?
Ik zeg altijd een beetje retorisch, Amsterdam is geen stad van koningen en bisschoppen. Je vindt hier geen paleizen en geen kathedralen. Amsterdam is een stad van kooplieden. Je vindt wel 8000 grachtenpanden. En de koopman dominee, u kent hem allemaal. De tolerantie en de vrijheid die nodig was voor het zaken doen, werd ook een mentaliteit. Een principe. Ik merk het elke dag. Ik heb geen 820.000 stadgenoten, maar 820.000 collega's die ieder voor zich de stad als eigen bezit beschouwen. En rightly so. Thomas en Juri hebben het al genoemd. Sinds Brussel, Parijs en Kopenhagen staat de uitingsvrijheid stevig onder druk. En is ook de vraag van hoe beschermen we de uitingsvrijheid aan de orde. En ook de vraag van hoe beschermen we mensen van vrees? Hoe beschermen we mensen van discriminatie? En die beide dingen kunnen natuurlijk ook schuren en botsen. En ik denk dat onze grote opdracht is, van ons allemaal, om de onverdraagzaamheid te bestrijden zonder zelf onverdraagzaam te worden. En dat wil zeggen, zonder dat we onze open en vrije samenleving, die we niet juist willen beschermen, dat we die zouden verliezen door de maatregelen om hem te beschermen. Natuurlijk, wees alert. Bescherm wat beschermd moet worden. Maar vooral, laat je niet bang maken. Overal politie en soldaten. Dat helpt niet alleen niet. Je kunt risico's beheersen, maar nooit uitsluiten. Maar het zou het grootste cadeau zijn aan de terroristen. Want die hebben het juist gemunt op die openheid en die vrijheid en diversiteit. Die dan onder druk, extra onder druk zouden komen te staan. Door onze reactie. Want ze zijn onze kracht nou juist. En wat ik persoonlijk na Parijs, wat afschuwelijk was natuurlijk voor iedereen, echt heel mooi vond. Je zag het op de Dam al. En je zag het in alle steden van Europa. Wij worden ook niet bang. Wij laten ons niet uit elkaar spelen. Wij gaan dit gewoon nooit verliezen. Maar dan moeten we wel zo normaal mogelijk blijven doen. En daarom uit mijn mond een enorm compliment voor de Bali, de Vereniging van Journalisten en alle andere participanten in deze organisatie. Heel erg goed dat je juist nu het hier doet met Koert Westergaard. En van mijn kant ook een hartelijk welkom aan hem. Ik vind het een ontzettend flinke man en een ontzettende inspirerende man. Een woord nog over angst. Want wat ik zeg betekent niet dat je niet zou moeten zien dat je bang kan zijn. Allemaal. En er zullen de komende jaren misschien ook nog echt heel ellendige dingen gebeuren. Ook in Amsterdam. Alleen, daartegen opkomen betekent niet dat je geen angst zou moeten hebben. Een groot misverstand is dat mensen zeggen, denken, dat moed de afwezigheid van angst is, maar dat is niet waar. Moed is de kwaliteit, het vermogen om met angst om te gaan. En dat kunnen wij. En we zijn alert. Je moet natuurlijk door poortjes, als je hier dit organiseert, je moet het pas de dag zelf bekendmaken. Er zijn van die dingen die je gewoon doet, omdat je ook niet naïef bent. Het kan gebeuren, we zagen het heel concreet in Kopenhagen, in een vergelijkbare bijeenkomst. Alleen, we willen dat het doorgaat, en dan gaan we wel doen wat onze alertheid voorschrijft. Maar risico's uitsluiten kan niet. En zeker niet tegen die veel te hoge prijs van het op het prijs stellen van onze vrijheid. En daar wil ik nog één ding aan toevoegen. Wat ik geleerd heb van Hertzberg, die over het antisemitisme en het nazisme iets fenomenaals gezegd heeft in mijn ogen. Hij zegt, als je gehaat wordt en als je geconfronteerd wordt met onverzoenlijkheid, dan is er ook op nog een ander niveau dan de effectiviteit een heel belangrijke reden om niet zelf te gaan haten, zelf onverzoenlijk te worden. De vijand, zoals hij hem noemt, en dat had hij recht toe. Kan het immers altijd beter, haten en onverzoenlijk zijn. En ook dan verander je jezelf in waar je niet in veranderd wil worden. Ik heb maar een heel piepklein puntje kritiek op alle publiciteit en hoe dat is georganiseerd nu. Want ik ben dus enorm enthousiast over hoe het gaat. Laat daar geen enkel misstand over bestaan. Maar ik zag dat in de terechte verontwaardiging over extremisme, die natuurlijk van de organisatie uitgaat, omdat hij onze vrijheid juist onder druk zet, in die verontwaardiging zag ik een lichte overdrijving van de noodzaak van beveiliging. Niet dat de maatregelen niet getroffen moesten worden, die moeten worden getroffen. Maar hier loopt u door een poortje en hier wordt u, als het nodig is, gefouilleerd om u juist uw vrijheid te kunnen laten vieren. Dat is natuurlijk een heel belangrijk verschil met alle andere veiligheidsmaatregelen. Het puntje van kritiek is dit. Ik kreeg mee dat je geld terugkrijgt als je vanochtend hoorde dat het om Koert Westergaard ging en dat je misschien daar niet naartoe wou. En dat snap ik niet. Want op het festival van het Vrije Woord met een hoofdattractie als Koert Westergaard geconfronteerd worden,
Kijk, als een hoofdattractie afzegt, dan heb je misschien recht op teruggave van geld. Nou ja, ik denk dat we het allemaal met elkaar eens zijn. En zeker ook Juri en Jolanda en Thomas. Wij vieren hier precies het omgekeerde. En natuurlijk is het fantastisch en ook logisch dat er geen afzeggingen zijn. Dames en heren, ik stop, want we gaan hier vanavond veel interessantere sprekers horen. Maar dit alles gaat over. Het gaat alleen des te eerder over en het gaat des te meer over naarmate de vrije wereld u dus doorgaat vrij te willen zijn. De Bali, de Vereniging van Journalisten. Want dan zijn extremisten gewoon kansloos. Heb een goede avond. Hi. Zullen we hier gaan staan? Ja. Meneer Van Laan, Jori Albrecht komt er ook nog even bij, directeur van de Bali. U zegt het is heel belangrijk dat we dit hier kunnen doen in deze stad. Maar u als burgemeester moet natuurlijk toch vaak die beslissing nemen. En dat zei u ook even al daarnet. Waar zit de rand? En dat is ook de grenzen die we hier gaan aftasten vanavond. Waar zit dat? Je zit al heel snel in een grijs gebied waar je overgaat op discriminatie, racisme, wat dan ook. En u moet beslissen over demonstraties bijvoorbeeld, over staatshoofden die hier komen. Ik noem hem Poetin, ja, dan willen mensen demonstreren. Wanneer heeft u nou voor het laatst gedacht, ja, ik weet het ook even niet meer. Kan het nou wel of kan het nou niet? Dat is een hele goede vraag. Ik heb er heel concreet eentje gehad, want daar is ook een misverstand geweest. En daardoor werd het ook even nasty, om het zo te zeggen. Maar wij maken ons natuurlijk heel erg zorgen over kwetsbare jonge mensen, adolescenten vaak, die radicaliseren en dan extremist, terrorist kunnen worden. En een van onze goede partners, Erkan, dat is een jongereninstituut, dat richt zich op jongeren met een Marokkaanse achtergrond in Amsterdam. Die kwam op het idee om met iemand van Hizb ut-Tahrir, ik zeg het verkeerd, maar iedereen... Hizb ut-Tahrir. Dat is een soort IS, maar dan officieel zonder geweld, maar verder precies hetzelfde. IS, dat, ja. Daar wilden ze dan een discussie aan met een op zichzelf prima imam mee organiseren. En toen hebben ambtenaren van mij gezegd, is dat nou verstandig om in de gemeenteraad, zei Peter Quint van de SP, die maakte eigenlijk een hele mooie vergelijking. Die zei, het is alsof je over antisemitisme met een neonazi wil discussiëren om andere mensen af te houden van antisemitisme. Dat is ook niet de meest logische weg, om het maar zo te zeggen. Dus ambtenaren gaven het advies het niet te doen. En toen Erkan zei van, ja, misschien toch wel. Toen is gezegd, ja, maar kijk uit, want jullie zijn volledig gesubsidieerd. Dus het slaat ook terug op de gemeente, denk er goed over na. En daar is een misverstand ontstaan. Toen werd dat geïnterpreteerd als, oké, er wordt nu gedreigd met de subsidie. Terwijl bedoeld was te zeggen, het slaat ook terug op de gemeente. En toen is het afgelast door hen zelf. En daar heb ik een hoop ellende over gehad. Terwijl... Maar dat was een misverstand. Waar zat u nou? Dat was dus wel een grensgebied. Want ja, zelfs een advies geven moet je voorzichtig mee zijn. Ja, want waar dacht u van, ja, nou weet ik het ook even niet. Was dat dat moment dat u dacht, ja, ik vind het eigenlijk niet oké. Okay, maar ja, vrijheid van meningsuiting. Ik kan ook niet zeggen, nee, dit gaat niet door. Nou, die botsen natuurlijk bijna continu. Maar was dat toen ook, speelde dat in uw ja, lag u nou ja, wakker dit van? Hoorde ik pas achteraf, maar dat speelt dan. Wat ik zelf het meeste moeite mee had, was op een gegeven moment, was in de zomer, toen al die demonstraties in Nederland zo uit de hand liepen. Gaza maakte natuurlijk heel veel mensen heel kwaad. Iedereen hier in de zaal weet dat Amsterdam heeft 180 nationaliteiten, dus internationale conflicten worden mede door sociale media gewoon tegenwoordig in secondes geïmporteerd. En dan krijg je de vraag dat waar de een voor opkomt, dan kan de ander zich door bedreigd voelen. Mm-hmm. En dat speelde met de vlag van IS. En er was even sprake van, nou ja, is dat wel, kan dat wel verboden worden? En dan ook nog daarachter de Hamas-vlag. Hamas is aan de macht in Palestina, maar officieel staat het op een lijst van terroristen, terroristische organisaties. En dat zijn momenten, dan moet je dus de afweging maken, ja. Is het nou absoluut vrij? Of moet ik nu mensen beschermen ja. Die anders gewoon 's nachts wakker liggen? Nou, en toen heb ik gekozen voor het laatst. Dus gezegd, dit kan. Nee, gezegd niet de IS-vlag en in die fase ook niet de Hamas-vlag. En wat was dan echt de afweging van mensen liggen er 's nachts wakker van? Waar bepaalt u de grens? Nou, dat is, ik vind de, kijk, vrijheden kunnen botsen. Hier botst de vrijheid om niet angstig te hoeven zijn voor geweld, niet gediscrimineerd te gaan worden.
die botst met de vrijheid om alles te kunnen zeggen wat je wilt zeggen. Dat zijn twee bijna heilige rechten. Maar dan is het toch een beetje een even... Toch maar dat. Ja? Toch uiteindelijk, of niet? Want het is dus heel moeilijk om voor jezelf te bepalen wat vind ik dan wel en niet kunnen. En u als burgemeester moet die beslissing uiteindelijk nemen. Nou, ik geneer me niet voor dat. En sommige dingen doe je ook echt natuurlijk, moet je heel snel doen. Dus die doe je voor een deel op je intuïtie. Maar hier is toen echt wel over nagedacht. Ik was trouwens op vakantie. En normaal denk je, op zo'n Amsterdamse, bekijk het even. Maar dat dacht ik hier dus niet. Want ik vond het gewoon veel te gewichtig. Omdat, ja, ik had stapels brieven van mensen die bang waren. Nou, laat ik dat de naam bij het beestje noemen. Veel Joodse mensen in Amsterdam dachten van, moeten wij dan, is dan toch de tijd gekomen dat wij moeten emigreren. En ik vind dat verschrikkelijk als burgemeester van Amsterdam. Dat als mensen, Amsterdammers denken, dit is niet meer een veilige plaats voor mij. Terwijl ik het ook verschrikkelijk vind als mensen in hun vrijheid van meningsuiting beperkt worden. Dus dit is, het is ook niet zonder enige aarzeling dat ik dit op een dag van de persvrijheid vertel. Maar het is een bijkans heilig recht. Alleen het is niet een totaal heilig recht. Want er kunnen dingen mee aangericht worden waar anderen nog erger door beschadigd worden. Eens met die afweging die hier gemaakt wordt of in dit specifieke geval? Ja, daar ben ik het zeker mee eens. De vrijheid van meningsuiting is helemaal niet onbegrensd. Die is begrensd bijvoorbeeld door het strafrecht. En overigens is dat ook niet een recht om maar eindeloos te beledigen. Kijk, je recht op demonstratie bijvoorbeeld betekent niet dat je het recht hebt om met een nazi-vlag op het monument op de Dam te staan. Je hebt misschien wel het recht om met die nazi-vlag ergens in Amsterdam te staan, maar misschien niet op het monument op de Dam. Ik werd laatst gebeld door de VU met de vraag of ik, wij waren toch zo van het vrije woord, of wij een lezing wilden faciliteren, zij zouden betalen. En daar kwam een meneer uit Amerika voor een Turkse studentenvereniging over de genocide op de Armeniërs en of wij daar een man die ontkende die en of ik die wilde houden, die lezing. En ik bedacht me gelukkig, ik ben historicus, dat dat precies op de datum was van de internationale herdenking van de moord op de Armeniërs. Ja, en ik bedoel, ja, we zijn hier van het vrije woord, maar we zijn hier toch niet alleen maar van de vrije belediging. En dus op andere dagen misschien wel, op die dag niet. Maar dat is dus interessant. We zijn niet van de vrije belediging. Want vind jij dan wel dat je een cartoon met Mohammed, die wordt afgebeeld als een terrorist, wel met grote vlaggen, ja, op de Dam mag gaan staan? Godsdienstkritiek is een noodzakelijke voorwaarden voor de voortgang van de strijd der ideeën. Je moet je goed herinneren dat Socrates, de grondlegger van de klassieke filosofie, Jezus Christus, de grondlegger van een belangrijke wereldgodsdienst, en Galileo, de grondlegger van de belangrijke wetenschappelijke revolutie in het begin van de Renaissance, het wetenschappelijk denken, alle drie veroordeeld zijn geweest geworden voor blasfemie. Socrates dronk de gifbeker, Jezus stierf aan het kruis en Galileo zei, nou oké, ik heb het verkeerd gezien en mompelde later en toch beweegt ze. Nee, vlak nadat hij afgezworen had. Okay, maar die drie de conclusie. De conclusie is heel duidelijk. Het hebben van kritiek op godsdiensten en op gesloten wereldbeelden is onlosmakelijk verbonden met een open samenleving. Meneer Van der Laan, een spandoek groot, de cartoon van Westergaard, midden op de Dam, op een demonstratie. Vindt u dat dat moet kunnen? Ja, dat vind ik dat moet kunnen. Ik heb iets dat er erg op lijkt aan de hand gehad met, want je hebt voortdurend dit soort dingen, dat is wel zo. Met Amnesty International, toen de Chinese president hier op bezoek was. Iedereen zal zich herinneren, toen hebben we het fenomeen kamerschermen geleerd op de Dam. Vertel even voor de mensen die het kamerscherm niet kennen. Ik dacht dat de heel goed waren met kamerschermen. Chinezen kennelijk ook. Ja. Nou, het is eigenlijk wel een grappig verhaal. Maar ja, we zijn onder elkaar. Aan, ja. Ja, nou ja, Amnesty International wou dus een groot spandoek op de Dam. En dan richting het, naast het monument, maar richting het paleis. Want daar zou de president komen. En toen, 10 bij 10 meter, dat is echt een enorm spandoek. Nou, toen, dan breekt in protocolair Den Haag en de rest van de wereld ongeveer de hel ja, uit. Ja, en de Chinezen hebben een tijdje op de ringweg gestaan, want dat moest weg. Nou ja, dat ging natuurlijk niet weg. En toen kwamen ze aanrijden en toen hebben ze de kamerschermen uit hun kofferbak gehaald. En die zo neergezet dat de president het Amnesty International bord niet kon zien. En vond u dat dan oké? Nou, kijk, toen werd ik gebeld, Piket.
En toen zeiden ze, wat doen we nou met die borden? Kunnen we dat... Welke borden? Die van Amnesty sorry, of van de Chinezen? Nee, die kamerschermen. Ja. Nee, de borden, daar had ik gezegd te afblijven. Maar het ging nu om de kamerschermen. En toen heb ik gezegd, ja, ik heb ook geen grond om kamerschermen te verbieden. Maar het is... die heb ik echt niet. Maar het is wel duidelijk wie zichzelf hier een beetje te kijk zet. Degene die daar... Ja, je bent niet in een kamer. Dus met kamerschermen wil beschermen. Mag ik overigens, ik vergat één ding, want uw goede vraag, waar zit nou je, wanneer twijfel je nou echt? Er is één ding waar ik eigenlijk uiteindelijk ook niet in twijfelde, maar wat hier in de Bali speelde, en dat herinnert Jordi zich wel. Een paar jaar geleden hadden we hier in de Bali op bezoek, was het niet die imam die had gezegd, homo's van flatgebouwen gooien? Haitham al-Haddad, ja, ja. Ja, en er was ook veel commotie over, is terecht. Is hier antisemitisch was hij ook geweest? Ja. En toen, wij hebben toen ook nog contact gehad. Zeker, gezegd, zeker. Je hebt mij gebeld en je hebt gezegd, Jury, twee dingen. Vrijheid van meningsuiting zijn we in Amsterdam erg voor. Dus dat die komt en dat je het organiseert vind ik oké. Maar antisemitisme zijn we heel erg tegen. En ik stuur het OM en spreek Arabisch. En als je antisemitisch zegt, wordt hij opgepakt. Jouw gast wordt hij opgepakt. Gaat ja, zo, dat wou ik vertellen. Zo is het inderdaad. Sorry. Eigenlijk, als je Jury op het podium hebt, dan hoef je verder. Nee, maar hij heeft gelijk. Nee, maar de kunst... Dat terecht staat. De clue voor de mensen is, je gaat niet omdat je bang bent dat iemand een strafbaar feit pleegt, van tevoren ingrijpen. Maar je zorgt wel dat als hij een strafbaar feit pleegt, dat je politie hebt om hem te arresteren, een tolk om hem te begrijpen en een officier van justitie om te beslissen, zodat hij meteen gearresteerd wordt. Ja. Hij heeft zich die keer, geloof ik, netjes uitgegaan. Ja, dat was heel spannend. Hij heeft wel gezegd dat er iemand gedood moest worden die afvallig was. En de twee officieren van justitie, precies daar. Ik ben naast die zaten in de wet te kijken van... Ik ben naast, ze hebben lang gediscussieerd. En die vonden dat hij toch nog genoeg de Koran citeerde, zodat het een citaat was, dat het binnen de regels van vrijheid van meningsuiting... Dus uiteindelijk heeft hij hier zijn woorden... gesproken. Ja, zeker. Dan is het gewoon... Meneer Van der Laan, we tasten de grenzen van vrijheid van meningsuiting af hier. En als het gaat over vrijheid van meningsuiting, als het gaat over de cartoon, dan zijn veel mensen het erover eens, dat moet kunnen. Het moet zelfs levensgroot op de Dam kunnen, vindt u. Als het bijvoorbeeld gaat over de koning of over de koningin, ja, dat is toch wel een puntje, want... Hoezo? Ik weet dat er vorig jaar iemand is opgepakt, eind vorig jaar, omdat hij zei, fuck de koning. Vindt u dat dat... Oh, wacht even. Ja. Ik weet wat u bedoelt. Dat was... Even wachten. Sorry. Even wachten. Fuck de koning, mag dat, ja of nee? Volgens mij is dat een belediging. Vindt u dat het moet kunnen? Is het vrijheid van meningsuiting? Ik zou er niet met mijn ogen van knipperen, hè? Maar het is natuurlijk wel een belediging. Wacht even, dus... Mag het? Mag het van u? Fuck de koning in Amsterdam? Nee, het is een strafbaar feit. Alleen het is ongeveer het lichtst denkbare strafbare feit. Wacht even, dus fuck de koning... Oh, wacht even, zijn de politiemannen al... Ik voel me opeens heel ongemakkelijk. Maar wacht even. Daar heeft u niks... Fuck de koning mag niet, maar een cartoon van Mohammed als een terrorist mag wel. Waarom mag het een niet en waarom mag het ander wel? Ja, omdat ik daar verschil tussen zie. Maar kijk, ik ben geen officier van justitie, hè? Meent u dat nou serieus? Ik zie daar wel verschil tussen. De koning beledigen en dat strafbaar is. Vindt u dat nog van deze tijd? Dat is een andere vraag. Maar beantwoord, ik heb al laten beantwoord merken. U maar. Nou, ik vind het een hoogst ordinaire opmerking. Sorry. Maar om hem nou strafbaar te vinden, dat zou... Nee, daar heb ik geen echte grote zorgen over. Vindt u dat het niet meer strafbaar moet zijn? Nou, kijk, het is nu strafbaar, hè? En de burgemeester... Maar dat is niet mijn vraag. De wet uit. Moet het nog strafbaar zijn, ja of nee? Dat is een vraag. Dan denk ik, nou, misschien wordt het tijd... Moet ik mijn rode jurk uit de kast trekken? Daar heb ik geen mening over. Maar ik denk dat dit artikel houdt het geen decennia meer, denk ik. Nee, dat klopt. U vindt het niet meer van deze tijd. Maar mag ik nog eens in context... U vindt het niet meer van deze tijd. Ik vind het heel erg ordinair om dat te zeggen. Maar ik vind het ook niet echt heel erg strafwaardig. Nee. Nee. Maar dat is de kop in de krant, dus zijn mag ik een beetje aarzelen. Zijn we tevreden? Maar nog even één ding, want voordat nou de gedachte posvat, dat naar aanleiding van uw terechte vraag dat Amsterdam ook een politiestad is. Politiestaat bedoel u, sorry politie. Dat heb ik niet gezegd. Dat heeft u zeker niet gezegd. Maar het was een demonstratie tegen Zwarte Piet. En er was de dag ervoor waren in Gouda 90 mensen gearresteerd. En in Amsterdam hebben we gezegd, je mag pal naast de route staan en we gaan je zo min mogelijk arresteren. Dus we zijn juist heel
relaxed. En we hadden één arrestant en ik schoot onwaardelijk in de lach toen ik las dat hij was gearresteerd omdat hij dit had gezegd. En dat is echt, het was er dus maar één tegenover de 90 een dag ervoor. En ja, ik denk, ben je zo stom om fuck de koning te roepen? Nee, maar ja, hij werd afgevoerd naar het cellencomplex in Oost omdat hij dit had gezegd. Ik ben benieuwd waar ik eindig, want ik heb het al 10 keer gezegd. Ja, maar u behandelt het in een journalistiek context. Oh, dan mag het wel. Okay. Nou ja, u heeft niet eens de bedoeling om te beledigen. Ja, dat weet ik dan weer niet. Maar ja, oké, goed. Okay. En, even, dit is dus een grens. En u zegt, ik vind het eigenlijk achterhaald. We moeten daarmee stoppen met majesteitsgrens. Dat is een ouderwets artikel. Ik denk een beetje stoppen ouderwets. Ja. Ja, een beetje ouderwets. Oké, heel goed. Als we het hebben vanavond over vrijheid van meningsuiting, dan gaat het ook over hoe ver kun je gaan. Wat is de waarde? De letterlijke waarde. Want hoeveel heeft dit geintje u gekost als gemeente? Nee, maar dat is totaal niet interessant. Oh jawel, dat is wel interessant. Oh nee. Nee. Er zijn soms dingen die heel erg veel kosten, maar toch volstrekt vanzelfsprekend zijn. Of dingen die niet veel kosten, maar waarvan de opbrengst voor sommigen totaal onduidelijk is. Terwijl je zegt, ja, maar het is gewoon beschaving, dus dat moet je doen. Maar hoeveel heeft het gekost? Wij rekenen mensuren. Ik zie wat vingers van alleen schapen. Maar ik weet niet wat. Nou, dat bedoel ik. Ja, maar dan heb je er wel één te pakken. Dan heb je er wel één te pakken. Hebben wij goede. Nou wil dat nog niet zoveel zeggen, Leen. Ik wou net zeggen, Feyenoord Ajax. Ajax Feyenoord. Nou goed. Jori, hoeveel heeft het jou gekost? Want deze dag niet open, geen drankjes, geen eten, geen debatten. Ja, nou, dat is natuurlijk, het is een dag gederfde inkomsten. Het zijn de meer dan, bijna 30 mannen die we hier intern hebben ingehuurd en de poortjes. En, dat loopt op, maar we zijn met een grote groep aan organisaties. En dat zou totaal bizar zijn als je dat. Dat kunnen wij als kleine culturele instelling absoluut niet dragen. En dat is wel even een kanttekening natuurlijk bij het vrije woord en het organiseren van een onschuldig debat over dingen als journalistiek en tekeningetjes en columns en zulke soort dingen. Eigenlijk is dat dus, ik heb geen idee wat de stad uitgeeft, wel een idee wat wij uitgeven. Nou, dat zal toch zeker tegen de 20.000 euro zijn. En wij hebben eigenlijk normaal geen programmabudget. Het 1-2.000 euro programmabudget is al echt veel voor ons. Dus dan kan je meteen zien hoe één zo'n avond eigenlijk min of meer prohibitief is. Dit kun je niet iedere maand doen. Sterker nog, je kan het misschien zelfs niet eens ieder jaar doen in de soort begrotingen waar je mee werkt. En vindt u dan, meneer Van der Laan, dat je alles uit de kast moet trekken? Hoe duur het ook is, je moet dit doen. Zit daar echt geen grens aan? Nou ja, kijk, wij doen het ook niet iedere dag. Maar het is, ik vind in principe, als het gaat om het bevechten van een hoge waarde in de samenleving. En ik ben echt wel op de cent. Maar dan let je niet op het geld. Dus dat is gewoon echt principieel. Als dit miljoenen had gekost, misschien zitten we wel in de miljoenen? Ik begin uw interviewtechniek een beetje te. Nee, ik vind hem heel goed. Maar kijk, dan zeg je. Zit echt werkelijk geen financiële grens aan. Nee, ik zeg niet dat er geen grens aan zit. Want wij besteden het geld van de burgers. Maar dit is zo duidelijk in het belang van de burgers dat ik denk dat niemand zich een seconde de zorgen over maakt dat het ons inzet kost. Maar de prijs van een gesloten samenleving en een samenleving vol wantrouwen is veel hoger. Een low trust samenleving is ontzettend duur. En een samenleving waarin je kan uiten en waarin ideeën geuit kunnen worden, is op den duur veel goedkoper. Dus in dit geval denk ik dat voor het beveiligen van mensen die zich durven uiten, of dat nou wetenschappers of journalisten of politici of journalisten zijn, levert op den duur een open samenleving op die een stuk efficiënter, welvarender is dan een samenleving die weinig. Francis Fukuyama heeft daar een fantastisch boek over geschreven, Trust. En dat is de beste commodity van iedere samenleving. Nou, bij deze ook nog even een leestip. Ik wil jullie nog tot slot vragen. We hebben het heel vaak over vrijheid van meningsuiting. Dit moet kunnen. Het is heel erg dat het niet kan. Maar hoe los je het op? Hoe zorg je ervoor dat we over 5 jaar niet weer in deze bunker zitten? Nou ja,
Even nog, het is geen bunker en dat is een van de redenen dat het zoveel kost. Oké, maar het is zwaar beveiligd. Ik bedoel... Ja, omdat het een open iets is en dat moet het eigenlijk vooral blijven. Maar hoe los je het op? Als burgemeester van deze stad, u heeft het dagelijks mee te maken. Hoe kijkt u daarnaar? Wat moet er gebeuren om niet meer in zo'n situatie zo'n debat te hebben? Nou, daar heb ik net eigenlijk over gezegd. Er is niet ergens een knop waar je aan moet draaien om het te laten ophouden. Je moet voorkomen dat je bang wordt. Je moet er niet naïef zijn, dus de nodige maatregelen treffen. Het college heeft net dinsdag een verordening vastgesteld waarin we 2,8 miljoen uittrekken voor Joodse instellingen, andere religieuze instellingen, maar ook media-instellingen, om ze te helpen bouwkundige dingen, organisatorische dingen en elektronische dingen te doen, zodat ze niet bang hoeven te zijn voor het goede werk wat ze doen. Maar dat is steeds maar tegenhouden en beschermen. Nee. Maar hoe zorgt ervoor dat het niet meer überhaupt nodig is? Nou, dat gewoon onze schouders rechten en zeggen van, het enige wat je zaait is dat wij nog feller worden tegen jihadisten en extremisten en waar het ook vandaan komt. En je krijgt ons er niet onder. En ons te realiseren. Ik heb wel eens gezegd, als ik van hier naar de ambtswoning fiets door de Vijzelstraat, dan kan je in decimalen nauwkeurig uitrekenen hoe groot de kans is dat ik daar niet levend aankom. Vanwege het verkeer bedoel ik alleen. Hè. En die kans is vele malen groter dan de kans dat hier vanavond iets gebeurt. Is gezegd. Ik wil nog naar heel kort vragen in de zaal. En dan stuur ik Jury op je af. Of je het leuk vindt of niet. Oh, dat werkt afschrikwekkend, Jury. Ik weet niet of ik dat nog een keer moet doen. Vraag uit de zaal voor burgemeester Van der Laan. Niemand, echt niemand. Nu kan je. Je kan, nou ja. Ik had het over 820.000 collega's. Nou ja. Jawel hoor, dat is hier een vraag zeker. Ah, toch wel. Ja, een klein bescheiden vraagje over fuck de koning. Maar als je... Kijk uit, hè. Als je fuck tegen een agent zegt, dan is het toch ook strafbaar. Dus dan blijft dat toch ongeveer hetzelfde, of niet? Ambtenaar in functie. Hè? Ja, u hebt gezegd dat het hopeloos ouderwets is, dus u mag zich nu... Ja, ik heb gezegd dat het een beetje ouderwets is. Kijk, waar ik op doelde, mevrouw, was dat het is in onze wetgeving zwaarder om een koning te beledigen dan iemand anders. En ik ken deze koning. Ik denk dat hij dat zelf ook best wat democratischer ziet dan die wet van ooit. Oh, interessant. Ik maak even af door, wat u het goed vindt. Sorry. Kijk, als een agent, daar zijn heel veel uitspraken over. U weet misschien dat ik oud advocaat ben. Als een agent zijn werk doet en dan roep je, hey Clojo, of weet ik niet wat. Dan is dat, dan vind ik dat, daar zit daar iets veel functionelers in de situatie van dat moment. Dus ik vind het helemaal niet gek dat dan een officier van justitie zegt, kom op, daar moet jij een boete voor hebben. Maar hier was het een beetje absurd. Het had niets te maken met het koningschap. En iedereen was bang dat er allemaal gedoe zou zijn over Zwarte Piet. En iemand wordt gearresteerd omdat hij fuck de koning heeft geroepen. En dan schiet ik in de lach. Ja, maar die jongen niet. Die wordt gewoon gepakt en weggevoerd. Die jongen heeft misschien wel iets heel fijns meegemaakt doordat hij gearresteerd is. Want dat is wel... Ik onderschat het. Hij is er niet bij, dus we kunnen het... Ja, we kunnen nee, maar u weet hoe het werkt. Sommige mensen... Dat is, ik was bang dat u over Johanna begon. Maar sommige mensen die voeren actie ergens voor. En ja, de grootste teleurstelling is dat ze niet worden geredresseerd door de politie. Hij is er zelf niet bij, dus we gaan er verder ook niet op in. Mevrouw, uw antwoord heeft u gehad? Oké. Okay. Ebert van der Laan, burgemeester van Amsterdam. Graag gedaan, dank u wel. We gaan door met onze volgende gast van vanavond. Zijn naam is Zini Özdil. Hij is historicus. Hij is columnist voor NRC. Ik vind hem altijd een beetje de...